Jongens, hoe vind je het? Met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een smikkelpack openingetje. Wat ik wil, wat mijn doel is veel coins verdienen. Is het van mensen niet hun doel? Ik denk het niet. Mijn pack waarschijnlijkheid is op een gouden 87 plus speler is 4,3%. Doen we dat keer 12, komen we op 50% dat ik meer dan een 87 plus speler ga packen. Laten we hopen dat het ook gaat lukken. Vind je deze video nou leuk? Zeker een duimpje omhoog. 1500 likes zou helemaal top zijn. Fijne kerst als je dit kijkt tijdens kerst. Is deze video na kerst geüpload? Dan geen fijne kerst. Ik hoop dat je een vervelende kut kerst hebt gehad. Nee, is niet waar. Dat is niet waar. Ik hoop nog dat je een leuke kerst hebt gehad. We krijgen Arjen Robben. Nee, we krijgen Stroomman. Ja, dat is wel. Hoe noem je het ook weer? Oh, ik ben het woord kwijt. Kloten. In ieder geval, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Dat kan hier beneden. Laten we hopen dat we de 500.000 abonnees kunnen halen voor 1 januari. Gaat dat lukken? Tuurlijk. Kijk, komt de volgende packje. Let's go. Komt hij dan? We krijgen meteen een walk-in 2 packje. Kom maar op dan. Geef me die informatie. Geen inform. Ronaldo. Oh, Duits. Boateng. Of Hummels. Het zal wel Hummels zijn. Boateng. Lekker. Boom bang Boateng. Boateng. Lekker walkoutje mee te beginnen. Helemaal niks mis mee. Dus een goede opwarm ronde richting Messi. Boateng. Rustig 40k. Lekker. Meenemen. Op naar het transferlijstje. En de rest kunnen we uiteraard lekker discarden. Dus een heerlijk begin. Heerlijk eerste packie. Helemaal niks mis mee. Smikkel ik van. Smul ik van. Volgende packie. Hop. Weer een walkout. Yes. Oké. Was een walkout. Oh, krijgen we een. Ja. Messi. Oh mijn god. Ik dacht ik heb een walkout gemist of zo. What the fuck, gast? Gast, ik denk ik heb gemist dat het een walkout was of zo. Ik heb niet gekeken. Op mijn Messi is dat niet zo. Dus ik denk, oh mijn god, ik was helemaal vergeten dat er nog eentje in zat. Zo, what the fuck. Even hartverzakking daar, mensen. Niet normaal. Okay, dit is zeker geen walkout, dus kan niet Messi zijn. Ook al is het weer in vorm huppelkutje. Het is geen Messi. Ah, zo'n typische Spanjaard. Gerard Moreno. Sowieso Gerard Moreno. Laat maar zien. Oh, Adoris. Ah, ja, dat is de andere optie inderdaad. Volgende pakketje. Lekker, lekker, lekker. Komt die boom ook uit. Yes, weer niet. Lekker. Nog 6 van deze en daarna gaan we rustig nog wat SBC'tjes doen. Want ik heb dus vernomen. Betrouwbare bron. Ik weet verder ook niet waar het vandaan komt. Maar dat we een goed speler gaan pakken uit de SBC. We krijgen hier Jorginho. Is Jorginho iets waar? Jorginho. Ja, nu niet, maar later wel, denk ik. Komt u maar. En dit pack is slecht. Roni Lopez. Dat Monaco staat ook gewoon laatst of zo in Frankrijk. Ik weet niet of het waar is, maar zoiets. Die kunnen in ieder geval echt geen ene ster meer van. Dat is toch ook wel wonderbaarlijk om te zien. Hey, deze packs zijn wel slecht. Op die bijna Messi en Boateng na. Is het niet heel veel. Bartra, stop nou eens met die oogschaduw. Kap daar nou eens mee. Yes. Yes. Weer niks. Lucas Vazquez. En zo ziet het uiteraard naar de transferlijst. En de rest doen we maar lekker verkopen. Verkopen. Oké, we kunnen nog best wel wat van deze. Oh, ik heb een walkout in deze. What the fuck? We hebben een walkout. Messi. 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 Ah, jammer. Oh. Oh. Pogba. Lekker. Come on. Holy shit. What the fuck? Lekker zeg. Oh. Ja, dabbing on the haters. Paul Pogba, let's go in een 300 punten pakket. Wat is dit lekker zeg. Yes, yes, yeah. Oh yeah. Paul Pogba, hoeveel ben jij waard jongen? Oh, oude smikkelbeer, 400k. Oh yeah, beste speler van het jaar. Yes. Hier ben ik blij mee Gerard. 400.000 munta. Mijn pack is echt niet normaal. In mijn rewards had ik natuurlijk ook wel, had ik al Jesus in vorm 250k. Nu Pogba 400k. Jongens, nog even en ik kan gewoon Ronaldo kopen als ik nou even zo doorga. Pogba, let's go. Wat lekker zeg. Super blij mee. Zit ik echt al op dik 1,3 miljoen zoals ik nu alles verkoop. Dat is echt super nice. Yes. Pogbanus, lekker. Paulus Pogbanus, goed. Dus dat er een microfoon zit in je controller. Ik weet echt niet of een microfoon, in ieder geval een luidspreker, maar misschien ook wel een microfoon. Daarom ga ik nu even naar je praten. En walkout! Ah, jammer. Er zit toch geen microfoon in. Oh mijn god, spelerskeuze. Oh mijn god, Messi! Dan gaan we natuurlijk voor de rare. Kom op, geef me nog even één walkoutje dan niet. Kom, dan gaan we even één. Gewoon voor de leuk? Gewoon voor de leuk, nee. Jammer. Jongens, we hebben een free pack. Yes, super blij man. Ultiem. Ultiem gelukkig. Ja. Worden we hier vrolijk van is aan de vraag. Ik moet even nadenken. Ben ik nu vrolijk? Ja, best wel. Ik heb net Pogba gepakt. En daar ben ik toch best wel blij mee om eerlijk te zijn. Oké, het spijt me mensen. Waarom ben ik zo? Geef mij een walkout. Ik moet zeggen, Pogba is wel even een speler waar ik echt super blij mee ben. Trouwens mensen, Mattie en ik. Mattie ken je wel. FIFA Philosophy. Uploaden nu al enkele maanden op het Feyenoord YouTube kanaal. Elke week een video. Vaak, soms een weekje niet, maar vaak elke week een video. En het zijn echt fucking leuke video's. Ik vind het oprecht fucking lachen video's. Ziek leuk om te maken, gewoon met spelers en zo. En echt super nice. En kijk, als je nou Feyenoord fan bent en ben je al niet geabonneerd op het Feyenoord YouTube kanaal. Gast, ga nu abonneren. Als je nou niet Feyenoord fan bent, ga ook even zo'n video kijken. Ze zijn oprecht leuk. Ik zal even één video zo ook linken in de hieronder. Ga hem even loeren. Als je het leuk vindt, abonneer gewoon. En ook als niet Feyenoord fan kunnen die video's gewoon wel lachen zijn. Want het zijn gewoon...
echt lachen video's. Vind ik dan, hè? Vind ik. Maar als je Feyenoord fan bent, jongen, ga eens wie er weer. Ga nu naar het Feyenoord YouTube kanaal en abonneer daar. Blijf op de hoogte van wanneer wij als eerste een fantastic video uploaden. Daar, Matt en ik. En Matt uploadt daar een stuk meer dan op zijn eigen kanaal. Dus voor de mensen die Matt wat meer willen zien, ja, kijk ook vooral op het Feyenoord kanaal. Maar die Pogba mensen, die blijven wel echt heerlijk smikkelen, hoor. Echt een heerlijk spelletje. Paulus, Pogbanus. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Heel erg lekker. Alleen maar die fucking Spanjaarden. Veilig kook, dat is goed. Kook? Kok. Ik heb mensen nog 3 van deze packages te gaan. 3, dat is 1, 2, 3 en geen walkout. Jammer, 2 walkouts gehad, wel 2 goeie. Dat is dan wel weer nice. En je hebt natuurlijk ook, kan je van die walkouts krijgen, dan krijg je de Otamendi of zo. Daar ben je natuurlijk echt helemaal niet vrolijk van. Dan is het van, oh walkout, yeah, yeah, yeah. En is je walkout 5k. Ja, dan denk je van, of 6 of 10, weet ik hoeveel die fans waren. Dus in ieder geval niet veel. Tijd om te kijken, mensen, of wij nog een SBC hier kunnen fixen. Besef ik gewoon echt dat ik Messi ging packen. Ik was gewoon helemaal vergeten, man. Oh. Kijk, die Royce kost 1 miljoen. Dus als je dat doet, ben je helemaal lekker, vind ik dan. Hè. Eigenlijk vond ik dat ze moeten doen als je die vorige Royce al gedaan hebt. Dat je deze dan, dat je hem dan nu weer in kan leveren en dan 200k of zo. Dan mag je deze. Want dat je nu weer 1 miljoen moet doen voor hem. Dat staat er nergens op. Hier heb je helemaal niks aan. Hier hebben we nog meer. Oh, Lacazette. Nou, dat is ook slecht. Futmes uitdaging. Nou, dit is wel vrij makkelijk. Dezelfde competitie, max 3. Oh, we mogen wel gewoon hetzelfde land zijn. Auw. Oh. Zet dat dan. Ik zou op zich ook Dani Alves kunnen inleven. Die kan er namelijk toch geen reet van. Dus op zich was dat ook nog een optie geweest. Lekker. Heb ik nog meer Fransen die niet Ligue 1 zijn? Ja. Griezmann of Petit, maar dan gaan we toch wat ver. Oké, okay, nou gooi hier nog even wat Bundesliga spelletjes. Hop, weg ermee. Casio A, ook helemaal prima. Helemaal niks mis mee. En dan hebben we toch wel denk ik de makkelijkste swapdunk challenge ooit. Je zal er ook wel een slecht packje uit krijgen, kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat ze hier een goede pack mee geven. Zo, hoppakee. Nou, easy. Let's go. Marky matchup. Groningen Emme. What? Staat er weer helemaal nergens op. Even serieus. Waar praten we over? Groningen Emme. Dit is wel ongelooflijk, jongens, dit. Zo'n team. Even serieus. Oh, speel dezelfde competitie. Max 4. Oké, nice. Hoppakee. Die was makkelijk. Ik krijg ook alleen een zilver pack voor. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Klein top zilver spelerspakket. Ja. Yeah. Ja, yeah. Waar doe je het voor? Oké, ik heb het al blijkbaar. 3 competities. Oh ja, 1, 2, 3 competities. Hartstikke makkelijk. Hartstikke goed. Hartstikke lekker. Easy. Allemaal uit mijn clubpie. En nu wel weer gratis munten erbij. Nou, niet helemaal gratis. Ik heb natuurlijk wel spelers ingeleverd. Maar ja, die spelers zou ik nooit in mijn leven weer gediscard hebben. Want daar had ik helemaal geen zin in gehad. Dus laten we maar even gaan kijken. We beginnen met een klein top zilver mega pakket. Tu super pakket. Boom. Geen walkout matig. Ik zeg gewoon dat je een paar video's geleden, als je dan een Manchester City zilver kreeg, die was dan gewoon echt een paar K waard. Daar was je echt blij mee. En nu niet meer. Veel Foden. Dat is wel een aardig talentje volgens mij. Leuk. Ja, hartstikke leuk. We hebben 2 goudpakketten. Ja, is lekker. Ja, dit is matig. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Maar gewoon 52k packs. Ik weet niet hoe we daar aan komen ineens, man. Ja, ik had niet verwacht dat ik hier iets heel goeds in ging packen. Specifiek, nee. Niet echt. Oh mijn god! Kiko Casilla! Yes! Nou, dit zijn nog best wel goede packs. Een 15k pack en 2 50k packs. Oh mijn god, weer niks! Yes! Lekker, weer gewoon niks. Oh, wat lekker dit. Wauw. Oh, ik krijg een walkout. Wat? Walkout? Walkout? What the fuck? Ik krijg een walkout. Ik krijg gewoon een walkout. Dit is een packje. Oh mijn god. Witzel. Ik hoop dat hij toch wel heel erg op Messi om heel eerlijk te zijn. Maar dit is Witzel. Ah, goede gameface. Love it. Oké, maar hopelijk is Witzel iets waard. Dit is helemaal niet verkeerd. Lekker hoor. Axel Witzel. 100k? Nee, zo zijn coins overzetten, ja. 32k. Nou, 32k is helemaal niet verkeerd voor Witzel. Axel Witzel. Hij heeft ook wel aardige stats op zich, om eerlijk te zijn. Voor mij is dat best wel een lekker spelletje om mee te spelen. Dus dit is helemaal lekker. Ja, dit is dus ziek nice terugverdiend, deze SBC's. Met inspelertje. En laatst krijg je geen walk-out, helaas, mensen. Ik hoop wel eens dat jullie deze video leuk vonden. Als je video leuk vindt, doe zeker een duimpje. Mathieu, yes! Oude Barca. Hij heeft gewoon bij Barca gespeeld. Besef dat, mensen. What the fuck. Hij was slecht. Ik hoop in ieder geval, mensen, dat jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. Wil je nog meer van zien, dan kan klik op hier of hier. Maar ja, abonneren kan ook. Klik op hier. En zie ik je weer bij de volgende video. Dus like, veel meer de volgende keer. Doei! Later!